Vorig jaar was het fantastisch mooi weer en het kan geen toeval zijn, dit jaar is het opnieuw heel mooi weer. Ik ben blij dat u met zoveel mensen gekomen bent, hier in het hart van het nieuwe Palestijn, bij het Castellum Palestijn, wat volop in gebruik is. Heel veel mensen van u zullen hier misschien wel dagelijks komen om mee te doen met allerlei nieuwe activiteiten in de wijk. Het leukste komt nu en dat is de verrassing en dat heeft te maken met deze voetballer. Mag ik vragen aan onze oud-ADO-speler, Sexy Lexi. Op elke bal staat de handtekening van een ADO-speler. Volgens mij zijn hier ook een aantal supporters van ADO bij, als ik het zo zie. Ja? Waarom vind jij de Dag van Palestijn leuk? Nou, ik heb een bal gewonnen. Een bal gevangen dan. Ik heb heel veel andere dingetjes gedaan. Zo ben ik bijvoorbeeld daar binnen ben geweest. En heb ik allemaal spulletjes gehaald en bij de markt heb ik wat gehaald en het is heel leuk. Palestijn is een groots wijkfeest waar bewoners met elkaar het leven en het wonen in de wijk vieren. En een tal aan activiteiten en verenigingen en organisaties die hier hun activiteiten presenteren. En ook heel veel bewoners die zich inzetten om van deze dag een geweldige dag te maken. Dat laat zien hoe leuk Palestijn is en hoeveel vrijwilligers eigenlijk betrokken zijn met de wijk. Dat zie je eigenlijk niet. Je hoort ze niet, je ziet ze misschien niet zoveel. Maar juist op deze dag, ja, dat gaat niet vanzelf. Daar heb je heel veel mensen voor nodig. En ja, dat hebben we toch met heel veel mensen neergezet. De Dag van Palestijn is heel belangrijk. Zeker voor de 55-plussers in deze wijk. Waar vroeger was er een schouthoek waar ze activiteiten konden deelnemen. Maar het Castellum is nog niet zo bekend bij ze. Dus vandaar voor ons is het heel belangrijk dat we hier staan. De Voorleesexpress is een van de superpopulaire activiteiten in Palestijn. Wat is het eigenlijk? Ja, het is trouwens een project in heel Zoetermeer. Het is een project waarbij voorlezers thuis gaan voorlezen bij gezinnen waar kinderen een taalachterstand hebben. En op die manier, door middel van voorlezen, de ouders willen activeren zelf voor te gaan lezen. En op die manier kunnen we dus werken aan de taalontwikkeling. Daar zien we een hoop dieren, hè? Een heleboel dieren die zelfs de paus gaat er van plezier. Wat ben ik dom geweest, roept hij. Alsof alleen wij bijzonder zouden zijn. Kom, zei de olifant, laten we iedereen wakker gaan maken. Het is vandaag een beetje mooi weer en een beetje met de gezin, een beetje naar buiten. De zon schijnt, mensen rond lopen en zo. Dus. En de band die daarna speelt. Dus ik vind het een gezellige dagje. Ja, ik vind het heel erg gezellig. Ja, heel veel mensen en heel veel te koop en te doen. Dus ik vind het erg gezellig.